Redo Blom, na wat mindere weken, eindelijk een toernooiwinst. Hoe voelt dat? Voelt goed. Zeker. Ik ben erg blij met hoe het vandaag gegaan is. Gisteren, ik heb van de week wat meer getraind en een nieuw setje darts gepakt. Wel dezelfde soort, maar een nieuwe ervan. En gisteren hebben we Super League gehad. En dat was eigenlijk de eerste competitieve wedstrijd waarmee ik met die pijlen gooide. En dat ging eigenlijk best wel goed. En vandaag begon ik er weer mee en het ingooien begon al meteen heel goed. En de eerste partij toen ik die speelde, ik was net iets te wisselvallig nog. Het voelde wel goed, maar ik gooide wisselvallig. Maar uiteindelijk heeft het geresulteerd in een heel goed toernooi. Je wist van setje dart, meer grip erop natuurlijk. Het zijn wel natuurlijk dezelfde. Is dat de verklaring dat het na Lakeside een beetje wisselvalliger werd? Dat denk ik wel. Ik denk na Lakeside, ik heb het misschien met alle redelijkheid niet te serieus genomen. Ik heb ook weinig getraind. Even wat op een lager pitje. Ik heb ook bewust gekozen om geen Q-School te gooien en geen Challenge Tour uiteraard. En ik denk dat het op zich voor nu om een jaartje wat minder te gooien, dat best wel goed is. Toch interesse in de Modus Super Series, daarom zien we jou hier. Ja, ik heb een aantal keren een hele week Modus gegooid en dat beviel me op zich best wel prima. Waren leuke ervaringen en goede herinneringen aan. En vandaar dat ik ook hier vandaag ben om te proberen om mijn eigen te kwalificeren. Terug naar vandaag. Vooral je halve finale wedstrijd tegen Mike van Duivel was imposant. Net geen 100 gemiddeld. Is even geleden, maar dat moet toch eindelijk weer een beetje vertrouwen geven? Dat geeft me zeer zeker vertrouwen. Zeker scorend gewijs gooide ik vandaag heel erg goed. Als ik weet wanneer ik in vorm ben, gooi ik veel 180'ers. En dat was vandaag het geval. En ik ben gewoon heel erg blij met de manier hoe het gegaan is. En zeker die halve finale kon ik eigenlijk... Ik sprak Mike toevallig 5 minuten geleden nog even. Die zei, je kon gewoon niet missen. En ik zeg, dat gevoel had ik eigenlijk ook gewoon. Als er 1 inging, dan gingen er 2 of 3 in. Dus ja, dat is een fantastisch gevoel. En hier kunnen we op verder bouwen. Fantastisch gevoel. Ja, en dan tegen de finale tegen Jimmy. Meteen 5-0 voor. Je neemt dan iets meer je tijd en dan begint het allemaal wel te vallen. Ja, ik kwam 5-0 voor en het is natuurlijk best of 11. En ik denk dat in ieder geval, ik wou eindelijk weer eens een keer een wat serieuze toernooi winnen. Of in ieder geval, dat wou ik heel graag. Natuurlijk hier in de kroeg of waar dan ook. Dat gebeurt dagelijks nog wel, weet je wel. Maar dit is natuurlijk een wat serieuze toernooi waar er wat op het spel staat. En die wou ik gewoon zo graag winnen. En ik kwam 5-0 voor eigenlijk. Jimmy miste hier en daar wat kansen. En ik gooide met mijn laatste spel wat vieze finishes uit. En daardoor kwam ik meteen op een ruime voorsprong. Jimmy kwam goed terug met een mooie no-look 180 en meteen 140 erachteraan uit, een check. Maar gelukkig hield ik mijn hoofd erbij en scherp om de winst over de streep te trekken. Winst over streep, wat longt er nu? Weer veel WDF toernooien? Zeer zeker, ik ga volgende week lekker naar Oostenrijk en die week daarna naar Zwitserland. En dan voor de rest van de die week daarna naar Engeland. En dan kijken wat de rest van het schema wordt. Maar ik blijf wel lekker darten en het was goed. Moreno, dankjewel.